Er is namelijk iets moois wat er aankomt richting de kerstdagen. Dat is namelijk een jubileumconcert van een koor uit de regio. Dat is namelijk Gemengd Koor Creatura. En daarvoor heb ik aan de lijn Mathieu Litjes. Meneer Litjes, goedemiddag. En dan gaan we even kijken. Hoor je mij nu wel? Ik hoor je zeker. Ah, super. Goedemiddag, meneer Litjes. Allereerst een vraag. Wat is het Gemengd Koor Creatura voor de mensen die het eigenlijk helemaal niet kennen? Gemengd Koor Creatura is een koor met een heel breed repertoire. Wij zingen zowel popmuziek, moderne muziek, maar ook religieuze muziek. Wij zijn mensen die van zingen houden. We houden van kwaliteitszang. Maar we willen vooral als koor een zo breed mogelijk publiek in Weert en omstreken bereiken. Oké, dus u bent een koor uit de regio. En nou heeft u een jubileumconcert gevierd. Een jubileum betekent dat u een aantal jaar bestaat. Hoeveel jaar is het wat gevierd wordt? Nee, nou, we zijn nog een jong koor, dus we hebben nog een. Maar we bestaan 10 jaar precies dit jaar. En dat hebben we met een aantal activiteiten gevierd. We hebben een paasconcert gehad in de Paterskerk. We hebben Kreunigsmessen gezongen in Stramprooi op eerste paasdag. We hebben een herinneringsconcert gehouden in afgelopen november. En natuurlijk Enjoy and Sing-Along. Dat is ons jubileumconcert in het Muntentheater. Oké, ja, want dat is inderdaad het concert waar we het over willen hebben. Het Enjoy and Sing-Along jubileumconcert dat jullie hebben opgenomen. Want dat is een voorstelling geweest die al eerder is geweest in het Muntentheater, toch? Ja, dat klopt. Op 14 oktober hebben we in het Muntentheater dit concert gegeven. Voor een gezellige volle zaal. En het is fantastisch goed gegaan. Oh, mooi. Ja, zeker. We hebben met dit concert geprobeerd om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. En ik denk dat het ook wel gelukt is. Oké, en is het dus ook een concert inderdaad voor jong en oud? Ja, zeker. Vooral voor alle leeftijden. Sorry? Ja, het programma. Dat is ook de keuze in het programma geweest. We hebben bij het programma nagedacht over welke melodieën zijn nou bekend bij meerdere generaties. Niet alleen maar bij jeugd, niet alleen maar bij ouderen. Maar goed, nou, en dan kom je uit bij bekende filmmelodieën, maar kom je ook uit bij musicalmuziek, je komt uit bij popmuziek en dat zit er allemaal in. Oké, want het is dus een even voor de mensen die het nog niet hebben meegekregen. Het is dus geweest in het Muntentheater, maar er is een registratie van gemaakt. En wat is nou het idee? Die registratie die gaan we natuurlijk uitzenden. We willen zoveel mogelijk mensen mee laten genieten van dat concert wat jullie daar hebben gehad. Het wordt uitgezonden op Weerder FM TV. En die show, dit jubileumconcert, daar zitten een aantal elementen in. U zegt al popsongs, dingen uit muzikale elementen en film. Maar wat kunnen we nou precies verwachten daarin? Nou, wat je precies kunt verwachten is een grote range van melodieën. Je begint met een kinderkoor, zingt bijvoorbeeld dingen uit Sound of Music. Je kunt Maria uit de film The Key uit West Side Story, is wel bekend. We kennen Adios Nonino, het verhaal met het liedje met de traan van Maxima. Het wordt gezongen met prachtige accordeonmuziek. Wat we zingen is Afrika van Toto, ook een heel bekende melodie. Wat heel leuk is Angels van Robbie Williams. En natuurlijk, en als plat met vuurpijl hebben we met een paar hele mooie solisten een samenvatting uit The Lion King. Prachtige nummers. Oké, dus het zijn eigenlijk allemaal nummers die variëren van musicals tot films. En in die zin gezongen en voor mensen van jong tot oud. Ja, voor jou echt. Het zijn allemaal melodieën die iedereen in ieder geval kent. En die je ook kunt meezingen. Oké. Dat was ook het basisidee. Ja, want de titel dat is Enjoy and Sing Along. Is dat genieten nou op een... En meezingen. Vooral genieten en meezingen. En zingen kun je gewoon met je mond, met je stem. Maar je kunt ook met je hart meezingen. Je kunt het van binnenuit beleven. En dat moet en het is het ook allemaal geweest. Het is het allemaal geweest. Inderdaad, is het ook meegezongen in het Muntentheater toen de tijd? Ja, zeker. Je moet eens kijken, het laatste stuk is het Afrika van Toto. Hebben we als uitsmijter gedaan. En wordt fantastisch meegeklapt en wordt fantastisch meegezongen. En het was een... en dat is ook wat wij willen, mensen bij elkaar brengen. Oké. We zijn een koor, we vinden het heel belangrijk dat we iets bijdragen aan de maatschappij. We zitten in een maatschappij die helaas soms enorm divergeert aan alle kanten. Maar juist als koor kun je door muziek mensen bij elkaar brengen en mensen het gevoel geven. Wij horen bij elkaar en samen genieten is echt een heel belangrijke waarde. En heeft hij ook een divers koor in die zin? Is Creatura een heel divers koor? Jazeker, we hebben alle leeftijden. Het begint tussen 40 en de 83. Oké, dus... En daarom hebben we ook om de diversiteit nog te benadrukken, hebben we ook samenwerking gezocht met het jeugdkoor Equal Voices.
op Corrie Core Voices en met een koor uit Veldhoven. En daardoor krijg je nog meer die diversiteit in muziek en die diversiteit in klank en in beleving. Ja, want ik zag inderdaad in de teksten staan die over dit concert gingen, dat er ook nog een vocaal ensemble Phoenix bij zat, klopt dat? Phoenix, ja zeker, ja. We hebben dezelfde dirigent en dat zijn dat koor zingt al 25 jaar heel goed samen, een geweldig kwaliteitskoor. En we waren blij dat ze hebben dat samen met ons hebben ze een aantal nummers gedaan. En dat is fantastisch. Zij zingen bijvoorbeeld Adios Nonino met Trix Reintjes op de accordeon. Ah, mooi nummer, mooi nummer. Ja, en ook Viva la Vida, dat kan je ook wel denken. Ja, absoluut. Van Coldplay. Nou, dat zingen we ook. Nou, dat is echt fantastisch. Dus wat u betreft, en als ik het zo hoor, ben ik het daar volledig mee eens. Een voorstelling die iedereen zou moeten zien. Een concert voor jong en voor oud, door jong en door jouw oud. En dat kan dus. Het wordt uitgezonden op WeerdFM TV, als ik me niet vergis, op eerste en tweede kerstdag. Eerst WeerdFM op eerste en tweede kerstdag. In de ochtend naar het Weerdlands Journaal om 10:00. In de avond naar het Weerdlands Journaal om 8:30. En op tweede kerstdag naar het Weerdlands Journaal s'avonds om 8:30. Ah, dus super. Mensen, als jullie het eten moe zijn en denken van nou, ik wil echt eens iets anders doen, dan kun je genieten van een prachtig concert. Want dat is het zeker waar je echt van denkt van nou, verdorie, dat is nou eens iets anders dan het kerstcircus. Precies. Het lijkt me een bijzonder goed idee. Mocht je willen kijken als luisteraar, kijk dan op WeerdFM TV. Waar je dat kan vinden, staat op WeerdFM.nl. En daar kun je uiteraard ook gewoon live meekijken. Zie je ook inderdaad nog een keer de programmagids over wanneer het precies te zien is als dit te snel ging. Het is Mathieu Litjes, organisator van het jubileumconcert van de Creatura. En dan de Enjoy Singalong editie. Dankjewel voor de tijd op deze zondagmiddag. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel, succes. Hier hoor je, hier hoor je.